Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel. Notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Leuke kijker, welkom op mijn Suzanne Kitchen kanaal. Vandaag weer een andere recept. Gaan we uien eens bakken. Lekker in grote pan, ja, grote pan. Een beetje met rood zetten. Lekker bakken. Een beetje peper. Zo lekker om te koken, lieve mensen. Lekker uitgebreid. Buiten. Dan ga ik mijn kippenblokjes bakken. Dat is die blokjes. Altijd eerst mijn kruiden te bakken, maar hier, zoals jullie van me gewend zijn, moet ik kijken. Lekker aan het bakken, dat ga ik met tomaat, ik heb het gesneden, die ga ik zetten. Een halve theelepel teelepel. Hou ik ervan, lekker kerken. Ik heb mijn tomaat even bakken. Dan maak ik een mooie lekker stout. Dan ga ik jullie vertellen wat ik ga erin zetten. Mooi. Heel lekker hoor, wordt het. Een klein beetje ketchup. En ik zet een beetje stoepermarinade. Als je bijvoorbeeld roti, wara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Dan laat ik hem even schudderen. Laat hem even doorkoken. Oh, dit is mooi een beetje gekookt. Dit is het barbecue chili. Die heb ik in klein stukjes gehakt. Zie je? En opnieuw goed geworpen. Weet je, dan ga ik dit nu sausen, bakken. Wow, het ziet er toch heerlijk uit om te kijken. Dat is ook een optie, hè. Om maar het vlees om herbruik te maken. En nog lekkerder. Ik pak er alleen maar barbecue. Deksel zetten en dan doet het helemaal goed. Ga ik de soepkoende erin zetten straks. Zo, even kijken. Ik heb mijn soepkoende erin gezet. Lekker, heerlijk. Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren ofwel subscriben en liken, comments geven zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Dus niet vergeten lieve kijkers. Liken, subscriben, comments geven en de notificatie knop drukken voor de volgende lekkere, heerlijke, sweetie eten. Dus dit kan ook grote kip, barbecue kip, sorry. Dit hadden we gebarbecued, hè. Dit ga je lekker witte rijst eten, mooi. Dat een beetje groente, yummy wordt het. Ik zou zeggen, eet smakelijk voor straks hoor.
Dus, lekker, dan ga ik het nu bedekken. Eet is klaar, is lekker om te kasseren. Heerlijk, lekker sweetie. Zo. Dit lekker smaakje doen hoor. Barbecue kip en saus maken. Heerlijk. Dan zeg ik eet smakelijk. Tot de volgende keer. Dag dag. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt.